Goedemorgen. De grond was zo hard dat we maar met stenen de boel hebben vastgezet. Om niks in te krijgen. Goedemorgen, daar zijn we weer. Nou, gisteren zijn we vertrokken vanuit Châtenois. Het was een pittig dagje. Temperaturen spelen behoorlijk mee natuurlijk. Dus we hebben vaker een break genomen. Geprobeerd de warmere uren iets meer te mijden. En we hebben in de avond gelopen. Wat resulteerde in het feit dat we gestopt zijn halverwege de klim naar boven op een berg. En terwijl wij daar ons tentje aan het opzetten waren in het donker, kwamen er nog twee wandelaars naar boven. Die vrolijk nog een stukje verder gingen. We vragen ons best wel af waar zij neergestreken zijn. Maar goed, daar zullen we niet achter komen. Wij gaan in elk geval weer op pad. Dus ga maar mee. Nou, we zijn weer op pad. We lopen in de koelte van de ochtend. Het zonnetje komt er een beetje tussendoor. En we gaan gelijk weer beginnen met klimmen. Oeps. En zo zie je eruit als je de eerste uur alleen maar omhoog bent gekomen. Goed begin van de dag. Dus we buffelen door. Nou, dit is de breedte van het pad. Breder is het niet. Dus het blijft wel prettig geblazen. Nou, we gaan een stukje naar beneden. Inmiddels zweten we dusdanig dat de vliegen ons weten te vinden. Hele zwermen. Dus we hopen er gauw verlost van te zijn als we weer iets verder afzakken. Zoals ik al zei, we worden belaagd door vliegen omdat we behoorlijk transpireren. Marco neemt nu voorzorgsmaatregelen, want die wordt er gek van dat we steeds bij zijn gezicht gaan zitten. We passeren nu Roche du Terrasse. Enorme rotsformaties. Goed uitkijken, maar wel heel mooi lopen.
Marco, wat doe je? Ik probeer mijn sok te pakken. En waarom probeer je die sok te pakken? Omdat jij me weglegt. Ja, maar anders kon ik hier niet zitten. Mag ik niet zitten als we pauze houden? Ja, wat ga je doen dan met die sokken? Nou, trek hem eventjes. Die schoenen kom je niet bij. Klimmen en dalen hier in Frankrijk vraagt extra energie. Natuurlijk vraagt het energie als je klimt en daalt. Maar deze paden liggen vol met kiezels en keien. Dus voor je het weet lig je besnurderd. Na onze break zijn we begonnen met de klim naar boven. En voorlopig klimmen we nog even lekker door. Het lijkt geleidelijk aan zo op de video. Maar dat valt me wel tegen. Het is de kunst om niet stil te gaan staan als je zo klimt. Maar gezien de warmte luisteren we toch nog goed ons lichaam. Kijk nou hoe mooi. Tussen de bomen door, van bovenaf. Het zijn de uitzichtjes waar we van genieten. We lopen nu over een kool. We hebben wat bergen up en down gehad. Maar dit loopt nu eindelijk even een beetje vlak. Wat best wel relaxed is. Met de warmte ga je behoorlijk kapot van het klimmen en dalen. Goes all the way up. Het pad gaat rustig aan verder naar boven. Ik volg op een slakke tempo. Maar inmiddels zitten we al wel op 1200 meter. Nog een klein stukje, dan zijn we op de top. We hebben het gehaald. Onze beloning. Vrij uitzicht. En een voorproefje van wat er nog te wachten staat. Kant. Down, down, down. Kun je dus overnachten als je daar behoefte aan zou hebben. Weet je het ook maar wel weer netjes wachten laat. Kijk, een kacheltje als het kouder is. Spulletjes om eventueel wat eten te kunnen maken. We zetten gelijk de volgende klim weer in. En die ziet er aardig stijl uit. Nou, een schitterend paadje naar beneden. Heideplantjes rechts en links. Marco gaat met een sneltreinvaartje. Afwisseling in de paadjes, Marco. Breed, smal, omhoog, omlaag, door het bos. Het is maar 30 kilometer, maar ondertussen kom je niet vooruit, man.
Hier kunnen we dus nooit tussendoor als je je rugzak heel wil houden. Maar ja, dan maar af en weer op. En vervolgens krijgen we dan zo'n pad. Maar het uitzicht is schitterend.